voorspeld dat we misschien stroomtekort zouden hebben, dat Meluga zijn een tutor in de donkere druk vinden zijn. Ja, dat was deze die je bedoelde, hè? Die Sinterklaas loopt nog altijd te stralen. Had ik gisteren ook al gezien. Ik zie Sinterklaas alle dagen tegenwoordig. Ik heb, voordat we naar hier kwamen, natuurlijk de boekjes even bekeken. Want jullie weten dat waarschijnlijk. Of jullie weten het niet, maar dan ga ik het nu vertellen. Mijn zwarte pieten, die zijn eigenlijk heel het jaar onderweg. En niet alleen deze twee. En wat deugt er zoal niet? Andere kinderen pesten, dat hebben we niet graag. Andere kinderen uitlachen, dat hebben we ook niet graag. Niet luisteren naar de mama en de papa, dat kan eigenlijk ook niet. En mijn zwarte pieten, die schrijven dat op. Intussen met de jaren is dat natuurlijk zo'n dikke boek. Dat ik die niet elke keer meeneem, want dan zou mijn arm al veel te veel pijn doen. Ik heb al mijn staf altijd bij en dan die een dikke boek, dat lukt niet helemaal. Maar, mijn zwarte pieten houden dat goed in doog in die zijde van de morgen. Je moet vanmiddag bij de kindjes van Mariaburg zijn. Je begon toch een klein beetje ongerust te worden. Hè? Ik denk, is die nu echt alles aan het opschrijven van die stoute kinderen van Mariaburg, dat die nou een uur nog niet weg is? En ineens kwam hem daar. Ik zeg, zwarte Piet, dat was het probleem. En hij had effectief een probleem. Maar het was gelukkig niet wat ik dacht. Hij vond in de boek niks van Mariaburg. Dus dat is eigenlijk een goed teken. Jullie blijven hier nog even en dan gaan wij naar de volgende kindjes. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dag. Dag Sinterklaasje, dag, 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 zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaas, tot volgende keer. Ik zie u straks morgen overmorgen en tot het Sinterklaasdag is. Een goede reis nog. In de grote